Martin en Erika Meiland laten zich niet uit het veld slaan door de kritiek van Jack van Gelder, die duidelijk geen fan is van hun reality-serie Chateau Meiland. Het kan me werkelijk niet schelen wat meneer Van Gelder daarover te zeggen heeft, benadrukt Martin. Jack van Gelder uitte zijn afkeer tijdens een aflevering van de Oranje Zomer, waar hij aangaf de Meilandjes-programma nogal toneelmatig te vinden. In tegenstelling hiermee geeft hij de voorkeur aan de soap van Frans Bauer, die hij als authentieker beschouwt. Erika reageert op deze opmerking in shownieuws door te benadrukken dat de mensen die hem persoonlijk kennen, altijd zeggen dat ze op televisie precies zo zijn als in het echt. Jack van Gelder mag gerust een keer langskomen om het zelf te ervaren. Wat moet ik anders met zijn mening, voegt ze toe. Martin haakt hierop in: Ik weet uit eigen ervaring hoe het is om te acteren, bijvoorbeeld in de Sinterklaasfilm van dit jaar. Maar het is onmogelijk om de hele dag een rol te spelen met een camera die constant volgt. Daar zou je compleet gestoord van worden. Volgens Erika komt het verschil in perceptie doordat de Meilandjes uitgesprokener zijn dan de Bouwers. Dit theatrale gedrag wordt wellicht als minder authentiek ervaren door mensen zoals Van Gelder. Toch legt Martin er weinig gewicht aan. Wat maakt het nou uit wat die meneer Van Gelder ervan vindt? Het laat me koud. Bij Show News wordt er begripvol gereageerd op de kritiek. Presentatrice Dianta Broeks merkt op dat Martin zo uitgesproken is, dat het soms gespeeld lijkt. Maar dat hij echt zo is. Bart Ettekoven beaamt dit en geeft toe dat ook hij in het begin twijfels had over de echtheid van Martiens karakter, maar uiteindelijk blijkt dat wat je ziet, ook echt is. De Meilandjes zijn net zo echt op televisie als Frans Bauer. Dianta vult aan dat de theatraliteit van Martien misschien voor verwarring zorgt, maar dat zijn persoonlijkheid wel degelijk oprecht is. Bart concludeert, What you see is what you get. Ze zijn niet anders voor de camera dan in het echte leven. De meilandjes laten zich dus niet van hun stuk brengen door de kritiek van Jack van Gelder en blijven trouw aan zichzelf. Hun uitgesproken karakter en theatraliteit zijn geen act, maar een weerspiegeling van wie ze werkelijk zijn. Terwijl Jack van Gelder hem bekritiseert, staan ze stevig in hun schoenen en laten ze zich niet beïnvloeden door zijn mening.